De heropening van het uitvaartcentrum De Grove in Bekendonk vond vrijdagmiddag plaats. Meteen daarna begon de open dag. Veel mensen kwamen kijken naar het pand van het uitvaartcentrum aan de Oranjelaan dat de afgelopen periode grondig is verbouwd. Ik ben Ellie de Groof van Uitvaartverzorging De Groof. En wij hebben vandaag de open dag in ons verbouwde uitvaartcentrum. We hebben daar een oven in geplaatst. Het zijn hele mooie warme ruimtes geworden. We hebben vandaag de open dag en zondag. Vanmiddag zijn er, ik schat zo'n 700 mensen geweest. Heel enthousiast, iedereen hele leuke reacties. Mensen vinden het kleurrijk, warm en rustig. Mijn dochters lopen hier rond en de mensen van de bouw en iedereen is gewoon trots. Iedereen heeft gewoon het gevoel dat, dat ze wel eens bijdrage hebben geleverd. Mensen die bij ons werken zijn heel trots, heel enthousiast. En we gaan, we denken nou dat het klaar is, maar dat is niet. We gaan nou beginnen. We gaan er gewoon iets heel moois van maken voor de toekomst. Heel veel succes. Dank je. Ik hoop er zelf niet te komen voorlopig hier. Voorlopig niet. Nee. Nee. Succes. Heel goed, dank je wel. Begint het proces. Het duurt ongeveer, tot met het ruimen van de oven, duurt ongeveer 3 uur. De temperatuur heb je dat water vernevelt wordt. Overwarmt eerst voor in 2 kamers. Je hebt in de voorkamer waar de kist komt te staan en daarachter is een kamer die het proces aanstuurt voor het branden en zo. De oven wordt verwarmd tot 800 graden. Dan begint het proces. Maar moet dan iemand ook nog, moeten we nog met rust laten dat hij afkoelt? Zeg maar? Ja, na het proces, dat is afhankelijk van de zwaarte van het lichaam, dus 1,5 tot 2,5 uur duurt de verbranding zelf. Dan laten we de oven afkoelen. En daarna, als de oven afkoelt, dan gaan we hem ruimen. Dus dan wordt al het overgebleven restmateriaal wordt opgevangen hier in deze bak. Dus dan gaan we echt de oven ruimen. En als iemand nou protheses heeft? Of, Dan wordt de slijk hier verzameld. Dan gaan we naar de crematorium. Er staat in een andere ruimte. Wat is de crematorium? De crematorium, ja. Dat is een soort vermaler. Oké. Niet alles is meteen as. Om de as nog kleiner te maken. Ja, de as kleiner. Alle protheses. Dit is de opbergkamer, de 24-uurskamer. Deze kamer, daar krijgt de familie de sleutel. Dan kunnen ze dus iedere dag terecht, iedere uur van de dag. Met een eigen opbaarkamer, dus de overledene komt in deze ruimte te liggen, zodat ze gewoon op hun eigen momentje afscheid kunnen nemen. En dat doen ze door middel van de sleutel. Dus dan hebben ze eigenlijk een huiskamer, maar dan op een andere locatie. Dan mogen ze ook gewoon andere mensen meenemen. Tijdens een rouwbezoek zijn wij er wel, dan verzorgen wij de koffie en de thee. En als er geen openbaar rouwbezoek is, dan mag de familie zelf de koffie en thee verzorgen. Thank you.